Een jaar terugblik, een gesprek hier aan tafel met de helden van de Maastrichtse Ironman. Glenn en Matteau veroverden de harten van velen. Want Glenn is vanwege een handicap gebonden aan een rolstoel. Maar dat hield zijn goede vriend Matteau er niet van om hem letterlijk op sleeptouw te nemen. En samen de Ironman te volbrengen. Bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ook nog eens een dikke 40 kilometer aflopen. En als ware helden werden ze terecht bij de finish onthaald. Ja, dat was geweldig, ja. Even op de kamers, ik kon kippen. Dat was 5 augustus en Glenn en Matteau zijn vandaag bij ons om terug te kijken op afgelopen jaar met de jasjes aan van toen, hè, vriend? Ja. Jawel, hè? Gewassen en al. Ja. Was dit, Glenn, ik begin met jou. Was dit het hoogtepunt van afgelopen jaar voor jou? Ja, of? Zeker weten. Ja. Zolang het toegeleefd. Ja, zolang het toegeleefd en toen topprestatie gedaan. Ja, ja, ja. Matteau, voor jou of is er nog iets anders? Nee, voor mij was het ook wel het toppunt van het jaar. Ja. En vooral na de hand, op de dag zelf krijg je er niet heel veel van mee, maar na de hand dan zie je alle filmpjes en alle reacties en dan komt het binnen. Ja? Ja. Dan wat komt er dan binnen? Wat je die dag gedaan hebt. Op de dag zelf besef je niet, want je bent maar met één ding bezig. En ik ben 's morgens gestart en dat was, maakt niet uit hoe, maar we gaan over de finish komen. En gelukkig is het gelukt. Zat jij er ook zo in? Ja, dat is wel een dag wat dat ging lukken. Ja. Maar op de weer zijn iedereen op je te horen. Die zei, ik kan niet lukken, ik helde niet. En toen dacht jij, jawel, ik laat het eens even zien. Ja, ja. Maar worden jullie er nog veel op aangesproken, op jullie prestatie? Of dat ja, ze jullie herkennen? Ja, heel veel, nog steeds. Ja, waar bijvoorbeeld? Als restaurants en de winkels, overal. En krijg je dan extra koffietje of zo? Of hoe gaat dat? Ja, want zoals ik kan natuurlijk krijgen. Extra? De toren krijg je niks, maar ik krijg niks. Kennen ze niet, hoor. En heeft dat de vriendschap een beetje zo onder druk gezet, of niet, Matteau? Nee, daar is wel meer voor nodig. Ja. Jullie waren al vrienden. Ja. Jullie kennen elkaar. Ja, hoe lang kennen jullie elkaar? Heel lang. Toen kon ik daar nog lopen, dus... 25 jaar, toen kon jij nog lopen. Ja. In die jaren waren jullie dikke vrienden? Ja, het gaat een beetje zo. En toen was het wat meer echter en op een gegeven moment krijgt iedereen zijn eigen leven. Ja. En dan. Ja. Dan gaat. Ja, en dan doe je een Ironman en dan? Dan groei je wel echt naar elkaar toe. Mm. En dat moet ook wel. Ja. En gaat het dan ook met flauwe grappen of hoe gaat het met een beetje. Heel veel met een beetje humor, ja. 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 En je moet beter. We kregen kleren gesponsord en schoenen gesponsord en toen moesten we even naar de schoenenwinkel voor foto te maken. Ik zeg, ja, ik kom nieuwe schoenen kopen, hij wil nieuwe loopschoenen hebben en die mensen allemaal raar aan het kijken. Hey, jullie deden het voor het goede doel, zelfs Tom Dumoulin heeft nog zijn startgeld van de ridderronde aan jullie gedoneerd. Hebben jullie veel opgehaald? Ja. 66.000 euro ongeveer. Dus? Dit jaar, 2019, er komt, las ik, een verkorte versie van die Ironman. Minder zwaar. Jullie doen mee? Nee. Nee? Nee, als we gaan voor de lange afstand. En dit is? Dit is een beginners. Ja, heel veel mensen doen het. Het is niet een beginnersafstand. Ja. Maar het is wel voor mensen die het willen proberen, is het een ideale afstand. Ja. Ja. Dus het is 1,5 kilometer zwemmen, 40 fietsen en 10 lopen. Ja. Dat is voor anderen dan. Hey, en jij, Matteau, hebt een gezin, jij hebt een kindje, jij hebt ook een vriendin en Glenn. Ik kan me ook voorstellen dat het voor het thuisfront best een belasting is als jij meedoet. Heeft het ook nog meegespeeld? Ja, en het was de afspraak dat ik hem mocht doen. En dan komend jaar even rustig aan, want qua eten en op een gegeven moment gaat alles thuis om het trainen en om mij. En dat is eigenlijk niet goed.
Het team Superman, zeg ik het goed op zo'n streeks. Jullie hebben de kleding, dus er moet toch nog een doel zijn voor 2019, of niet een sportief doel? Als het goed is, gaan we in maart van Vaals naar Maastricht de marathon lopen. En hoe gaat dat met jou, Glenn? Ja. Met de hoofd. Ik draag nu betrots. In maart, zeg je? Ja, half maart is die beloofd. Oké, dus die gaan jullie wel lopen? Ja. Dus Team Superman Strikes Again? Ja, en we hebben Amsterdam de halve marathon gelopen, dus we zijn wel nog bezig. Tof. Dankjewel voor jullie gesprek hier. Alle goeds. En we hebben een uitgebreide reportage van jullie. Leuk om te kijken bij ons op onze site als u meer informatie wilt. En morgen in onze eindejaarsserie een gesprek hier aan tafel met...